Zou je kunnen uitleggen waarom deze stel zo brandveilig is? Wij hebben geprobeerd waar de brand door veroorzaakt kan worden, hebben we proberen allemaal aan te pakken. In de afdeling hebben wij geen stopcontacten. Daar hebben wij een brandvrije rooster in gemaakt. We hebben ondiepe putten dat er geen gassen kunnen gebeuren. En een nieuw groen labelsysteem met een koeling van de mest. Dat de mest onder de 15 graden blijft en dat er dan ook geen ammoniak vrijkomt. Dus na zo'n brand ook anders kijken naar zo'n stal? Ga je dat anders inrichten? Ga je daar op een andere manier over nadenken? Ja, als je een stalbrand meegemaakt hebt zelf, dat is heel emotioneel voor mens en dier. Dan ga je daar heel anders mee om. Dan ga je kijken, hey, hoe kan dit nou en hoe kan het beter? Ik denk als je dat een keer meegemaakt hebt, dat je dat ook zo gaat doen. De bewustzijn van veiligheid leeft bij alle boeren. Alleen ze moeten de kans krijgen om het te realiseren. Iedereen gaat een investering aan in de stal. Die duurt ongeveer 15 jaar. En na 15 jaar dan kunnen ze weer een nieuwe investering doen. En dan kunnen ze al die brandveilige dingen meenemen. Dus, nee, de wil is er bij elke ondernemer, want die wil gewoon zo veilig mogelijk varkens fokken. En zo diervriendelijk. En dus dat is ook zo brandveilig mogelijk. Maar daar moeten ze de kans voor krijgen. En ze hebben na elke investering gaan ze daar zeker meenemen.